Vandaag duiken we in de wereld van de keukens. Of beter gezegd die van de geraffineerde keukenverkopers. Als je namelijk denkt dat de exact dezelfde keuken een vaste prijs heeft, dan heb je het volledig mis. Henk, je zat op mij te wachten. Wat ga je doen? Ik zat op jou te wachten. Ik ga vandaag op een keuken uit. Ik ga langs 3 keukenwinkels om informatie te vragen over een keuken. En dan ga ik op 2 dingen letten. Dat is vooral de transparantie van hoe doorzichtig zijn die prijzen. En hoe zit het met de verkooptechnieken? Want daar krijgen we veel klachten over die 2 dingen. Mensen voelen zich onder druk gezet door de verkoper om te moeten beslissen. En ze snappen niet hoe die prijzen in elkaar zitten. Dus echt undercover weer? Ja. Is er een lekker kopje koffie? Daar ben ik wel aan toe, ja. We hebben eigenlijk een oud huis dat totaal wordt opgeknapt. En daar moet een nieuwe keuken in. Nou, wat we graag zouden willen weten is wat de mogelijkheden zijn en waar je dan op uitkomt qua prijs. Kost u 12.000 euro deze keuken, maar als ik u vandaag plan mag maken voor 10.000 euro. Maar dan moeten we vandaag wel wat tekenen. Als ik u vandaag een keuken kan verkopen, dan zou dat betekenen dat u dus niet meer de markt opgaat. Dat is voor een keukenwinkel natuurlijk meer waard dan dat ik u een offerte opstuur en dan moeten afvragen of dat u misschien wel hier terugkomt. Nou Henk, 10 keukens gekocht? We hebben helemaal niets gekocht. Nee, dat was toch een beetje een raar bezoek. De keuken die we wilden was eerst 12.000 euro, maar toen we daar niet gelijk op ingingen werd het 8.000. Maar dan moesten we wel vandaag beslissen, dus dan voel je een beetje onder druk gezet, wat ook al niet zo prettig is. En uiteindelijk wilden we eigenlijk een offerte mee, waarin alle staat een gespecificeerde offerte, maar die kregen we ook niet mee. Dat is echt heel vreemd. Nou ja, het is niet. Ik ga hier geen keuken kopen in ieder geval vandaag. Nou, dan ben ik benieuwd naar de ervaring van Keukenboer 2. Goedendag. Bij de IKEA of zo, je komt er nooit, maar daar heb je gewoon een keuken, daar staat er een prijs bij. Ja. Maar dat werkt bij jullie dus anders, van deze keuken heeft geen prijs. Deze zegt van oké, we zoeken gewoon een keuken van rond de 10 of rond de 5. Dan gaan we er gewoon eentje samenstellen die rond het uitkomt. De meeste mensen die ons als bedrijf zijn, die kennen, die kijken is eigenlijk elders overal rond en die komen als laatste bij ons weer om. We hebben laagste prijsgarantie. Ik heb toevallig net ook een offerte van de buren die ik verkocht heb inderdaad. Ja, toen maken we gewoon een scherpere prijs bij. Oh jee Henk, echt, ik zie een ontzettend ongemakkelijk gezicht. Het was ook wel een hele rare keukenhandel, ja, moet ik zeggen. Vertel. Het belangrijkste is dat je hier echt, je moest een prijs noemen en dan gingen zij wel een keuken maken. En dat is een hele vreemde ervaring. Het is echt koehandel. Ja, maar is dat dan een groot nadeel? Nou ja, op die manier ben je dus aan de keukenhandelaar overgeleverd. En in plaats van omgekeerd, dat hij iets doet op jouw wensen. Ja, ja oké, maar dan gaan we dus nu naar Keukenboer. Keukenzaak nummer 3. 3. Wat is het budget als ik de apparatuur erbij doe? Ja, wat kost het als de apparatuur erbij komt? Dan is het al te leveren voor die 83,67. Maar als je zeg maar wat luxe apparatuur wil, nou, dan kan je zien dat kost hier bijna 1400 euro meer. Maar dat is dan ook echt de prijs, zeg maar? Of, Dat zijn de netto prijzen. Dit is een keuken uit het, zeg maar, uit het wat hogere segment. En dan blijkt ook toch dat er veel minder onderhandelingsruimte in zit. Uiteindelijk voelden we ons minder onder druk gezet dan bij die andere keukens. Maar toch ook hier weer van noem maar een prijs en dan bouwen wij een keuken daarvoor. En dat is toch eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Je wilt toch weten hoe het zit. Oké, overall, wat vind je nou eigenlijk van de 3 keukenboeren die we gezien hebben? Nou, de keukenhandel is een hele rare branche met hele intransparante prijzen. En dat betekent dus eigenlijk dat je je supergoed moet voorbereiden. Je moet van tevoren echt precies weten wat je wil. En uiteindelijk ook echt zorgen dat je met gespecificeerde offerte naar huis gaat. Want pas dan kun je echt vergelijken. En wat ook nog eens een keer belangrijk is, haast is zelden goed. Teken gewoon niks, neem rustig de tijd. Bel eventueel een week later en dan zul je zien dat er nog weer wat van de prijs af komt. Dus dat zou mijn tip zijn. Dus jij wil graag een diamanten keukenblok? Nee, het idee is...